Nou, de stad is een beetje oranje aan het kleuren vanwege het EK dat morgen begint. Maar jullie zijn niet zo blij met alle vlaggetjes. Nou ja, uiteraard zijn we hartstikke blij met vlaggetjes, want het is niks moois om ons land te supporteren. Dus geen probleem. Maar helaas zijn er mensen die heel erg enthousiast zijn, maar de vlaggetjes vooral erg laag in de straat hangen. En we hebben een aantal wijken in Schiedam waar we dat dan minder prettig vinden. Dus als wij met zo'n grote brandweerwagen aankomen rijden, dan kan je je voorstellen dat wij het niet redden met de doorrijhoogte. En ja, dan moeten wij die vlaggetjes stuk rijden, hè, want dat lukt ons wel, maar dan trekken we dadelijk een dakgoot mee of een regenpijp. En dat is niet onze bedoeling. Dus hang je die vlaggetjes neer, denk eventjes aan de hoogte en hang ze dan op 4 meter hoogte. Ook nog eens een keertje fijn voor de vuilophaaldiensten die door de stad heen moeten rijden en de ambulances. En we zijn inderdaad op weg even naar een bepaalde wijk in Schiedam. En daar heb je inderdaad alleen maar laagbouw. Dus wordt het al heel moeilijk om die vlaggetjes inderdaad hoog te hangen. Maar we gaan zo even kijken wat we aantreffen. Even op controle dus, of het allemaal veilig is. Ja, dat doen we inderdaad vaker. Hè. Dat noemen wij routine rijden. Dan gaan we de straatopbrekingen langs. Eventueel kijken waar andere obstakels voor ons zijn. Dat is goed voor de paratenkennis. En hoe heet dat? Nou ja, in dit geval even inderdaad naar de vlaggetjes en de doorrijhoogtes controleren. Kijk, komt er nog televisie uit? Ja. Wat gebeurde er nou precies? Nou ja, zoals je zag reden we in een straat om te controleren en helaas hingen ze te laag en trekken we de vlaggetjes mee. Dus moeten we een straat kiezen waar ze niet hangen om veilig terug naar de kazerne te gaan. Ja. Hier zijn de dakgoten blijven hangen. En wat voor tip zou u de mensen willen meegeven die toch graag de straat willen versieren? Nou, de tip is, hè, hang vlaggetjes op. Hang ze hoog zodat we eronder door kunnen rijden. Maar denk ook een beetje aan de brandveiligheid. Dus als je spulletjes koopt, kijk eventjes voordat je het uit de verpakking haalt. Is het geïmpregneerd? Is het brandveilig? Kan het geen voortschrijdende brand veroorzaken? Hè, dat het van de ene kant naar de andere kant gaat. En als je nog eens wat aan de gevel hangt, zorg dat je huisnummer zichtbaar blijft, zodat als wij moeten zoeken, het is niet altijd brand, hè, het kan ook een reanimatie zijn of iets dergelijks, dat we het huisnummer goed kunnen blijven zien, zodat we weten waar we moeten zijn.